Hallo mensen, welkom op mijn YouTube kanaal. Als je mijn video leuk vindt, geef me een like, abonneer en klik op de bel notificatie voor de nieuwste video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Hallo lieve YouTube kijkers, ik heb gisteren bransem gevangen en ik heb hem lekker schoongemaakt, alles. Kijk eens, heb ik lekker door de helft gesneden en ik ga hem vandaag koken en daar ga ik iets heel lekkers, iets heel bijzonders van maken. Hier heb ik het water, die laat ik koken met citroen, uien en kruiden een beetje voor de smaak en dat de citroen de bransemgeur ook een beetje eraf haalt. En dan wordt het een lekkere vis, een filet en dat ga ik straks fileren en dat laat ik jullie zien. Zo, lieve kijkers, de kruiden allemaal zijn al gekookt een beetje. En dan ga ik de bransemvis erin zetten. Zo. Die lekker koken. Dan mag die lekker uitkoken. En dan ga ik hem straks fileren. Heel iets apart maken vandaag, lekker. Zo, lieve YouTube kijkers, ik ga mijn bransemvis nu pluizen. Kijk, ik heb hem al gekookt, lekker. En nu ga ik hem pluizen, al die graatjes weghalen. Zo maak ik mijn bransem schoon, grateloos. Het heeft veel werk, maar het is wel lekker. Zo doe ik dat, bransem heeft veel graten. Ik heb hem helemaal uitgekookt met lekker kruiden en zo haal ik al die graatjes weg. Ja, één voor één moet ik goed kijken, want die graten zijn gevaarlijk. Een beetje water, dat dep ik mijn handje. Dan gaat de graten van mijn hand los. Anders plakt die. En dan is het niet fijn. Ik heb alle geduld van. Gisteren ging regen en in de regen ben ik gaan vangen. Ja, zie je, dikke graatjes. En die hele skelet. Echt, gramte. Deze hebben niet zoveel graten voor. Zo, de helft is al klaar. Dan heb ik zoveel filet nu. En zo ga ik nu verder. Zo, lieve mensen, dit is hem geworden. Mijn bransemfilet. Alle graten is eraf. En nu ga ik dit bakken en dan ga ik lekker de kolodje maken van. En dit zijn de skeletten. Wauw, kijk eens. Skelet. Ik heb allemaal weggehaald, hè. Zoveel werk. Maar ja, ik doe het met plezier. Dus dat. Zo, lieve YouTube-kijkers. Ik heb gechopt peper, knoflook en uien. Die ga ik in de olie bakken. Even op een grote vuur. Zo, die is een beetje bruin aan het worden. Dan ga ik de bransem erin zetten. Lekker bakken. Mm.
zakje gehad. En die dan moet ook voor je erin. Een beetje zout. Een beetje zwarte peper. Even bruin bakken, een beetje. Dan komen de volgende ingrediënten erin. Ik ben nog niet klaar, lieve mensen. Ga ik de tomaat erin zetten. Zo. Nu komt de bieslook erin. Dan ga ik de soepgroenten erin zetten. Soepgroenten van Suriname. Ga ik hem fijn snijden. Beetje lekker smaak. Zo, hij is mooi droog. En nu komt iets bijzonders. Een lekkere masala erin. En dit maakt lekker. Heerlijk. Lieve mensen, is zo lekker dit. Ik zou zeggen, dit is de lekkerste vis wat ik heb gemaakt. Mogen jullie ook uitproberen? Dit is karela, turkopo. En deze heb ik gekocht bij Badri. Voor 3 kilo voor een tientje. En dit ga ik gevulde turkopo maken. Dus ik ben hem een beetje aan het half koken en dan ga ik straks scheuren en dan ga ik met de braasemfilet erin vullen en dan ga ik hem bakken. Dan wordt het de gevulde surpopo. Dus vandaag braasemvis met gevulde deze surpopo ga ik maken. Het is heel iets apart. Het wordt een lekkere maaltijd. Heerlijk. Zo, hij is lekker aan het pruttelen en nu ga ik hem de vuur uitzetten want hij is klaar. Dus gaat hij smelten. Dan kan hij verder in het warm water een beetje blijven. En dit heb ik de heel gekookt, een beetje om zachter te worden. Nu ga ik de pitjes weghalen, zo dan ga ik hem open scheuren. Heel voorzichtig, ga ik hem openmaken. Zo, en dan haal ik de pitjes eruit. Dit zijn die pitjes. Trap ik allemaal eruit. Zo. Zo ga ik één voor één allemaal de pitjes wegkrabben. En wat noem je dit? Ik ga kalauji maken. Dit heet kalauji.
is een hele unieke eten, dit gerecht. Echt, ik heb geleerd van mijn ouders, van mijn overgrootouders, maar die leven niet meer. Dus dit doe ik totdat allemaal geschrapt is. Nu ga ik vullen met mijn brasemvis. Dan gaat hij zo in het buikje. En dit wordt kaloji, noemen wij kaloji. Alleen ik maak het met brasemvis, je mag het met bakkeljauw maken, met kip gehakt en gewoon met gevulde masala of met sardine. Je kan van alles combineren, maar dit maak ik iets nieuws. Dan gaat de touw eromheen, om me niet te laten lekken. Weet je, dan blijft het heel. Dan gaat hij niet uit elkaar vallen. En that's it. Even afknippen. En voor de stevigheid zet ik 2 tandenstoker bij. Dan blijft het heel. En zo vul ik allemaal. Dit is geworden, hele. Ik heb ze allemaal gevuld. Netjes. En die ga ik nu straks bakken in de olie. En dan kan je smaken en smullen. Heerlijk. Dus dit is mijn kaloji met vis. Gevulde vis. Heb ik in die sukkopo gedaan. En dan is het kaloji. Zo, lieve YouTube-kijkers, kijk eens mijn kaloji. En ik ga nu in de olie bakken. Op een beetje zachte vuur. En zo maak ik mijn kaloji. Ziet er toch lekker uit? Lieve mensen. Ga je hem omdraaien nu. Zo, ja. Oké, ik ben bijna klaar. Dan ga ik ze weghalen. Dan volg ik de volgende partij. Deze is klaar, die gaat hier. En deze komt hier. Lieve kijkers, en dit is mijn kaloji. Ik heb het gevuld, ik heb gebakken en ik heb het gesneden en nu kunnen we smullen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Ger akut met de video presentaie, subscribe kana, like kana, comments dena, of notification button ko bhi daba dena, taki naya video aapko mil sake. फिर मिलेंगे बाय बाय.